De diverse waarschuwingen aan de samenleving om zich te houden aan de COVID-19 maatregelen, voornamelijk de avondklok, schijnt beetjes bij beetjes te helpen. Het aantal avondklokovertreders dat gisteren is overgebracht naar het politieopleidingscentrum was veel minder dan de vorige avond. Een reportageteam van de nieuwsdienst heeft gisteren in diverse resorten een kijkje genomen. Opmerkelijk was dat het rustiger was dan de afgelopen avonden. Het reportageteam heeft ruim 2 uren in de wijken Latour, Nieuwegrond, Rainviel en Geirsvliet een kijkje genomen. In die 2 uren zijn er maar 3 lockdown-overtreders overgebracht naar het politieopleidingscentrum. Onze observatie was dat de meeste mensen die zich over straat bevonden, behoren tot de essentiële diensten. De politie heeft aangegeven vanavond en morgen tijdens de total lockdown actiever controle zal uitvoeren. Deze controles moeten ervoor zorgen dat mensen zich niet onnodig over straat begeven en daardoor de verdere verspreiding van het COVID-19-virus indammen.